mensen, de comments van vlog nummer 472. Staat er bovenaan Art Thijsman. Die zegt, ik ken er niet veel van, maar zijn de voor- en achterremschoenen eigenlijk hetzelfde? Of niet? En verwisseld. Dat is inderdaad de goeie. De diameter van de trommels is gelijk, maar de remschoenen zijn niet hetzelfde. Ik heb namelijk ontdekt, daar zei jij Ivo, dat er een remschoen bij was waar dat de voering korter van was. Het leek wel dat er een stuk afgebroken was. Maar dat is niet zo. Die horen namelijk achter. Er zijn twee stuks van deze remschoenen die hebben een kortere voering. Ja, wat daar nou precies het doel van is, dat weet ik niet helemaal. En ik weet ook niet of dat nou een slepende of een stekende remschoen moet zijn. Dat is een beetje nog een open puntje, om het zo maar te zeggen. Maar ja, het klemmen van de remmen, dat komt niet daardoor. Die remschoenen zitten ook achterin. Dus voor zitten sowieso de juiste remschoenen. Maar toch loopt die daar ook klem. Dus ja, we moeten nog eventjes verder uitzoeken hoe het zit daarmee. Ruud van de Munkhof. Volgende keer toch wat bougievonkjes kopen bij Indy. Ja, inderdaad. Ik had ze nog bericht, maar de bougievonkjes die waren uitverkocht. En het plintentrapje ook trouwens. En het belletje van de waterpas hadden ze ook niet meer. Dus dat is balen. Dus ja, we moesten gewoon deze bougies toch maar een beetje repareren. En vullen met nieuwe bougievonkjes. En nou gaat hij als een brandweer. Enormie, die zegt, goed werk Duco, ik geef je stage een 10 op 10. Nou, dat is lekker. Duco, ik hoop dat je kijkt. Zet die gewoon eventjes bij in je stageverslag. Misschien telt hij wel mee voor je beoordeling. Duco komt trouwens volgende week nog een weekje terug. Hè? Dus, hey mensen, bedankt voor alle comments en tot de volgende.